op Nederland 1. Het zijn de programma's die het om doen. Vrijdagavond, 19:30, TROS Nederland 1. Dit is Mijn Geheim. En hier is de man bij wie geen geheim veilig is. Uw gastheer, Robert Long. Dank u wel. Dank u wel, goedenavond en van harte welkom bij de 12e en 1 na laatste aflevering van dit seizoen van Mijn Geheim. Ik geloof dat ik echt niks meer hoef uit te leggen over onze gasten met hun geheimen, met ons panel dat achter die geheimen moeten komen, met het geluid dat ze horen als hun ronde om is, namelijk dit. Dus ik stel het panel meteen weer aan u voor. Zoals altijd, Gerard Cox. Tetske van Ossewaarde. Gerry Kneteland. En Annemieke Verdoorn. Je merkt al dat ik gelijk een fix tempo erin zet en dat houden we het hele programma vol. Want hier is onze eerste gast, Fokke Zwerver. Ga zitten. Het geheim van Fokke Zwerver, dames en heren, komt nu op uw scherm. Voor het panel. Geert kijkt er weer een beetje bezorgd. Voor het panel is de cryptische omschrijving: ze zagen het niet zitten. Gerard, jij bent aan zet. Fokke heet u. Komt u uit Friesland? Ja hoor. Heeft het daar iets mee te maken? Nee hoor. Niets met Friesland te maken? Nee. Ze zagen het niet zitten. Zagen ze het wel staan? Nee, ook niet. Ook niet. Heeft het niet met het letterlijke zitten te maken? Heeft het te maken met de overdrachtelijke betekenis van ze zagen het niet zitten, ze wilden er niet aan, ze geloofden er niet in? Nee hoor. Daar heeft het niks mee te maken? Nee. Ja, daar heeft het ook een beetje mee te maken, alhoewel. Ook een beetje. Maar niet met het letterlijke zitten? Ja, ook. Wie is, ze zagen. Heeft dat te maken met kijken, letterlijk iets zien? Ja. Ja, ja. Waren dat veel mensen die dat zagen? Nou, er waren mensen die het moesten zien. Ja, maar heeft die het dat niet zagen. Zitten, er waren mensen die het moesten zien, maar die het niet die zagen. Die zagen het niet. Die zagen het niet zitten eigenlijk, ja. Heeft dat zitten iets te maken met een zekere plaats? Ja. Ja. Het toilet? Nee hoor. Nee, Gerry. Heeft het met paal zitten te maken? Nee, ook niet. Is het een beroep of wie is ze? Ze, hè, meervoud van Hully. Van Hully. Dus er waren meer mensen die het niet zagen zitten? Precies. In u? Of in uw beroep of zo? Of wat? Wat? In mij. Ja, dat moet je maar opletten, jongens. In uzelf? Hey. Ja. Ah. Ja, hele goede vragen, Gerry, Annemieke. Ik wou zeggen, er is iets in u wat mensen wilden zien. Wat mensen wilden zien in die zin van, u zei van ja, ik kan niet, want ik heb dit en dat. Zei ze, laat maar zien, en dat kon niet. Ja, kijk, het is zo'n gecompliceerde vraag. Een deel van die vraag is heel juist. Een deel van die vraag is, u heeft iets wat wij niet kunnen zien. Nou, niet meer. Niet meer, ja. Niet meer. Nee. U bent geopereerd? Nee hoor. Ik durf niet eens te zeggen. Nee. Ja, jongens, de eerste ronde is voorbij. Gerard aan de tweede. Geen operatie, hè? Geen operatie. Maar het heeft wel met een zekere plaats te maken, zei u net. Wel met de plaats. Een zekere plaats. En dat was niet het toilet. Nee. En dat was ook niet paal zitten, maar daar moeten we wel in verder zoeken, geloof ik. Zo kun je het omschrijven, Gerard, ja. Kun je het omschrijven. Zitten. Ook niet met de gevangenis, hebben we al gehoord. Ja, Tetske. Dat gaat snel. Is wel erg snel. Zat het in uw lijf? Of had het aan uw lijf moeten zitten en het zat er niet? Oh jee. Juiste vraag. Ja. Nou, heb ik zo netjes aangekleed. Onder de gordel? Onder de gordel. Dit wordt pijnlijk, godzijdank. Ja, Gerard heeft gelukt.
Nee, je bent toch, mag hier het interrumperen. Is het kleding? Nee hoor. Nee, het is aan zijn lijf. Ja, ja. Nee. Nou. Gerry is intussen. Heeft het iets met uw geboorte te maken? Dat u de geboorte... Inderdaad. Met iets wat er normaal wel aan zit en wat er bij u even niet aan zat. Je bent heel warm, Gerry. En het zit onder de gordel. Zit het ver onder de gordel? Nee, dat valt wel redelijk mee. Als je zo klein bent. Zo'n stukje onder de gordel of verder? Ja, zo'n stukje ongeveer. Zit het aan de voor- of aan de achterkant? Het zit, ja, voorkant. Aan de voorkant. Ja. Is het, zijn het heeft het met uw voeten te maken? Nee hoor, nee. Helemaal niet. Zeg het nou maar! Annemie! Annemieke! Jongens. Dit is echt heel gemeen. Ja, dit is allemaal voor jou. Zijn het uw geslachtsdelen? Ja! Maar ja, ik bedoel, wat is daarmee? Want we hebben het geheim nog steeds niet geraden. Ze waren niet te zien bij uw geboorte. Ik reken het goed. Het is niet goed. Jongens, omdat het de eerste is van deze uitzending, reken ik het goed. Het is niet helemaal goed, maar officieel staat in het geheim. Ik ben als meisje geboren. Ja. De vrouw die er wel bij geweest schijnt te zijn, is jouw moeder. Dat is mijn moeder. En die hebben we ook gevraagd om te komen. Die komt ook nu bij ons. Want die kan ons veel meer vertellen. Dag mevrouw Zwerver. Welkom. Ga zitten. Dus u had opeens een dochter. Dat vond u hartstikke leuk. Nee, dat vond ik niet leuk. Oh. Nee, want ik wou helemaal een meisje. Nee. Maar in de papieren stond toch duidelijk dat het wel een meisje was? Daar stond duidelijk in. En nou, het was ontzettend druk. Waar? In het ziekenhuis is het bevallen. En nou ja. Niet goed geschud en zo? Nee, niet goed geschud. Nee. Dus ze zagen niks? Ze zagen het niet. En hoe ontdekte ze dat dan? Nou, de andere nacht, de nachtzuster, de nachtploeg. En die ontdekte dat. Het is een flinke meid geworden trouwens. Nou ja, daarom. Maar goed, in ieder geval, u was alsnog blij met uw kind. Ik was blij. Het is allemaal nog goed gekomen. Ja, gelukkig. Dus we maken ons druk over. Nee hoor. Doe geheim. Thuis openmaken. Leuk dat u er was. Eén voor u. Hoop. En even fokken. Bedankt voor je komst. En wel thuis. Ja, tot ziens. Dames en heren, onze tweede gast is de heer Woldering uit Amsterdam. Ga zitten. En wij laten de kijkers zien wat uw geheim is. Hier komt het. De cryptische zin voor het panel is: men ziet wel brood in mij. Tetske van Ossewaarde mag beginnen. Brood, beleg. Ziet er heel netjes uit. Doet u in beleggingen? Dat hoop ik misschien nog wel eens te gaan doen, maar nu niet. Ik ben nog een beetje aan het studeren. Daar heeft het niks mee te maken? Nee. Niets. Heeft het met uw studie te maken? Nee. Heeft het met brood letterlijk te maken? Ja. Ja, ja, mag best hoor. Ja, in u, brood in uw maag? Dat komt er wel eens in, maar... In dit geval niet. Nee. Ja, Gerry. Heeft het met uw naam te maken? Nee, nee. Heeft het met zien te maken, met iets zien? Dat je iets ziet? Brood ziet? Zou kunnen, ja. Dat is toch eigenlijk het inderdaad wel een goede richting. Ja, ja. Dus het heeft iets met zien te maken, met brood zien. Annemieke? Heeft de studie met u, wat u later gaat doen? Nee. Heeft het daar niks mee te maken? Zijn dat mensen die met uw toekomst te maken hebben? Heeft? Niet? Ik zit op de goede weg dus. Ga door. Men ziet wel wat ermee. Ja, ja. Gerard, als laatste van de eerste ronde. Jullie zijn nog weinig opgeschoten. Het heeft te maken met letterlijk zien en met letterlijk brood. Ja? Ja? Het heeft niet te maken met uw gestalte. Nee. Het heeft niet te maken met uw beroep, want dat heeft u nu. Het heeft niet te maken met uw studie. Het heeft niet te maken met uw naam. Nee. Het heeft niet te maken met uw leefomstandigheden. Het geheel niet. Heeft het ook een overdrachtelijke betekenis van ze zien in u wel enig gewin in de... Ja, vind ik wel. Ja. 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 Nou, ik schiet er niets mee op, maar nee. Het is leuk dat men klapt. Ja, en de eerste ronde is om, dus jullie mogen elkaar onderbreken. Tetske is... Oh jee.
dat wat u doet en waar de mensen brood in zien, letterlijk, is dat uw hobby? Nee. Doet u dat als bijverdiensten? Nee. Nee, was het... Nee. Geen sprake van bijverdiensten? Nee. Nee? Hoor ik net. U verdient er ook niks mee? Niet direct geld, zal ik maar zeggen. Aha. Ja, Gerry. Fiscaal antwoord. Ja, zie je dat is het is niet uw vak waar mensen brood in zien. Absoluut niet. Nee. Je bent nog steeds. Geef het op. Geef het op. Nou, Gerard weet gelukkig wel. Het is niet weliswaar niet een bijverdienste, maar het is ook geen hobby. Maar u, fijn, ik mag verder niks zeggen. Want... Nee, precies, want Annemiek is intussen alweer aan zet. Oh, pas op. Ja. Is het misschien dat u iets maakt als voor uzelf, waar mensen van denken van nou later kan dat wel eens wat worden? Nee, helemaal niet hoor. Helemaal niet. U bent wel met een handeling bezig, wat uw prestatie dus. Ja, niet echt direct, maar ik heb wel wat met het brood gedaan. U heeft dat met het brood gedaan. Is dat iets moois geworden of iets lekkers? Een mooi brood geworden. Ja. Het grootste brood van Nederland gemaakt? Nee. Was het heel groot? Nou, dat is ook een gemeen antwoord. Dat vind ik een gemeen antwoord. Het is een mooi brood geworden. Dat vind ik, alhoewel het misschien daardoor wel een mooi brood is geworden. Gerard? Is dat brood in de zin van brood wat je kan eten of is het een ander soort brood? Nee, brood wat je kan eten. Brood wat je kan eten. Daar heeft u iets mee te maken? Ja. Maar u bent geen bakker. Gehad. Ik heb er iets mee te maken gehad. Heeft u ben u een deeg gevallen als kind? Nee. U heeft iets met Herman Brood te maken? Nee, ja, echt brood gaat het over. Ja. U werkt bij een bakker. Dat was goed. Dat was heel erg mis. Want wat is er namelijk aan de hand? Ik zou zeggen, zeg zelf, ik. Ik ben Jaapie Kinkhoorn. Zo. Dat is hij. Dat is hoeveel jaar geleden dat jij Jaapie was? Een jaar of 12 geleden heb ik mijn laatste filmpje gemaakt. Waar was je toen? 11. En ik heb er een filmpje of 5 gemaakt van Kinkhoorn. Ja. Ik weet niet of er hele jonge mensen bij zijn. Ik herinner me die filmpjes nog, maar misschien is het leuk om er even naar te kijken. Waar ga je naartoe, opa? Ik ga bij Jaapie wonen, want jullie hebben nooit Kinkhoorn. Ja, maar opa, nou is mama ook lekker Kinkhoorn. Ja, dat zeg ik. Jullie hebben nooit Kinkhoorn. Ik zei, mama heeft Kinkhoorn, opa. Wat zeg je? Ja. Ik vind het leuk dat je er was. Bedankt voor je komst. Geheim, thuis opmaken. En onze volgende gast is mevrouw Chris van der Voorden. Dag mevrouw van der Voorden. Ga zitten, kom lekker dicht bij me. En wij gaan het geheim van mevrouw van der Voorden nu aan u laten zien. Panel, jullie cryptische omschrijving luidt veel zakken om te slagen. Gerry is aan bod. Mevrouw van der Voorn, veel zakken om te slagen. Doet u in grote of in kleine zakken? Allebei. Allebei, dus u doet in zakken? Jawel. Verkoopt u die? Ik verkoop die, ja. Zijn het vuile zakken? Nee. Dat zijn dus zakken om dingen in te doen, neem ik jawel aan. Specifieke dingen? Ja. 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 Dus je kent... Ja, wat wou je zeggen? Je mag de vraag je kunt er maar één ding in doen. Een bepaald soort iets. Jawel. Ja. Annemiek is. Dat slagen, is dat zoals je kan slagen om iets te kopen? Of meer van examen? Ja, dat laatste is, het laatste, is beter, beter in de buurt, ja. Voor een examen slagen. veel zakken, heeft dat te maken met... houdt dat in dat er een heleboel moeten zijn? Wil je slagen? Ja, goede vraag. Annemiek is tijdens om Gerard is. Dus er zijn veel zakken nodig om een bepaald resultaat te bereiken. Ja. Goede vraag. Er zijn veel zakken nodig om een bepaald resultaat te bereiken. En dat heeft dus te maken, die zakken op zich maken deel uit van het resultaat. Ja. En dat zijn letterlijke zakken van verschillend formaat. Niet van plastic, niet van papier. Ja, u zei niet van, zijn ze niet van papier? Van, ja, papier wel, maar geen plastic. Nee. Van papier, zakken van papier. Om een... Ja, om het, mag het om een, niet, om een ballon te maken bijvoorbeeld. Nee. Zeg maar. Tetske, als laatste van de eerste ronde. Gek. Gaat het... is er een inhoud nodig in die zakken? Jawel. Lucht? Nee.
iets echts. En daarmee, en daar gaat, draait het geheim om. Jawel. Wordt dat in winkels verkocht? Ja. Dat zijn, dat is een beetje scharrelapplaus, vind ik, hè? Ja, dat is, ja in apotheken? Nee. Drogist? Nee. Kruidenierswinkels? Nee. Ja. Kledingwinkels. De tweede ronde is begonnen, Geen. Nee. Je mag elkaar onderbreken intussen. Als je... Ik geef hem door. Ik geef hem door. Nee, ik geef hem door. Nee, dat kan niet. Wat, nee, jongens, nee, nee. Laat ik, ja, ik zie het in hopeloos geval, dat raden jullie ook alweer niet. Wat doe je nou in een zak? Ik wil, als je het nou over een zak hebt, dan zeg je dat. Als er nou iets in een zak zit, mag ik toch rustig zeggen, dan zit dat in een zak. In een papieren zak? Absoluut. Brood. Snoep? Je zegt bijvoorbeeld... Je kunt van een hoop dingen zeggen, het zit in een emmer of zo, maar als je dit gaat kopen, zit het in een... Patat. Dat is uitgewerkt. Patatbakker. Bakker. Patatbakker. Wereldkampioen patatbakker. Ja. Nee, patat scheppen. Ik reken het goed, omdat ik het zo heb moeten inlepelen. Mevrouw is namelijk wereldrecordhoudster frietbakken. Ja. Om te bewijzen dat we niet zitten te jokken hier, hebben we er ook een filmpje van. Daar gaan we even naar kijken. Waarom doet u dat? Ja, natuurlijk om in het Guinness Book te komen natuurlijk. Dat was de hoofdreden? Ja, dat was de reden. Ja. En dan sta je hoe lang te bakken? 69 uur en een half. Aan één stuk door? Ja, aan één stuk. Aan één stuk. Het stond vroeger op 66 uur en ik heb dat dus met 3 uur en een half verbeterd. En dat hebt u aan één... Ja, ik heb wel begrepen, je mag dan heel even rusten af en toe, hè? Ja, ieder uur mocht u 5 minuten rust nemen. Ja. En daarna had u een dag nodig om uw haar te wassen, of niet? Ja, ik had alle weken gesloten geweest. Dat geloof ik. Nou, het heeft ook nut gehad. Jawel. Het heeft dat opgeleverd. Een hele goede reclame, ja. Nou, daar ben ik blij om. Misschien helpt uw komst hier ook nog een klein beetje, alhoewel dat officieel niet de bedoeling is. Dank u wel. Dit is uw geheim. Bedankt voor uw komst. Dank u wel. Ja. En tot ziens. En wij gaan naar onze volgende gast. En dat is Gerard Joling. Zo. En als u nou dacht, Gerard heeft geen geheim, dan vergist u zich lelijk, want hier komt zijn geheim. En dames en heren panelleden, uw cryptische zin luidt: je begrijpt er geen barst van. De beurt is aan Annemieke Verdoorn. Ja, je begrijpt er geen barst van. Je hebt een plaat in het Chinees opgenomen? Nee. Dat is het niet. Zit er een barst in iets? Nee. Ja, nee. Dat is weer zo'n misleidend applaus, er zit nergens een barst in. Nee. Er is niet iets gebroken? Ja. Heeft er iets mee te maken? Is een LP van jou gebroken? Ook wel, denk ik, ja. Niet toevallig een gouden of een platina of whatever? Nee. Mocht je die hebben. Even kijken, je begrijpt er geen barst. Wij kunnen het niet begrijpen. Het is iets onbegrijpelijks. Ja. Goede vraag, ja. Ja. Gerard is aan bod. Het is iets onbegrijpelijks. Het geheim is iets onbegrijpelijks. Ja, het zal wel verklaard kunnen worden, maar ik denk dat wij het met z'n allen niet begrijpen. Dat het gebeurd is. Er is iets gebeurd. Ja. Er is iets kapotgevallen. Is dat in de overdrachtelijke betekenis van het woord? Er is een reputatiestuk gegaan, bij wijze van spreken. Of er is een... Er is echt een... Er is iets gevallen waar een barst ingekomen is. Er is letterlijk iets stuk, kun je zeggen. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dat je van die ene grammofoonplatenmaatschappij naar de andere bent gegaan. Nee. Dat had het kunnen zijn. Maar dat is het zeker niet. Het is anders. Ja, Tetske. Ben je zelf ooit gevallen? Jawel. Maar er zit niet een barst in jou waar wij niet van kunnen. Ik hoop het niet. Is het lang geleden gebeurd? Het is niet aan tijd gebonden. Nee, het kan altijd gebeuren. Dat is het erge juist. Oh, dus het kan steeds opnieuw vallen en barsten. Jij het weet kan het. Steeds zeg opnieuw het barsten. Jij mag nog helemaal niet, Gerard. Jouw beurt is voorbij. Het kan steeds opnieuw gebeuren. Heb je het bij je, waarmee dat steeds kan gebeuren? Ja, dat heb je bij. Ja. Zo werkt het, ja. Absoluut. Gerry. Heeft het met jouw stem te maken misschien? Ja. En die stem, er is een barst ingekomen. Nou, ook ja. Dat is niet het geheim. Maar dat is niet het geheim.
Ah, ja. Hij zegt dat jij nooit de baard in je keel gekregen hebt. Ah. Is dat zo? Wat heeft dat nou met de bas te maken? Nee, met dat, dat hij er geen bas van begrijpt. Nee. Je begrijpt er zelf geen bas van dat jij ook zo hoog ging zingen. Snap ik ook niks van. Maar dat is niet je geheim. Nee, is niet mijn geheim. God, ik dacht even, nou ze weten dat het zo te kunnen. Ja, maar jongens, het heet met zweet. Ik zit hier met zweet in mijn handen. Annemieke, los het even op. Ja, nee. Ja. Als ik het goed begrijp, gaat nu de tweede ronde in zelfs. En Gerard drukt. Kun je een glas kapot zingen? Oh. Heel goed, Gerard. Uitstekend, want dat schijnt waar te zijn. Zeg men. Ja, nou is het probleem een beetje, en zo zie je dat het niet altijd mee zit. Hij heeft namelijk zijn stem verloren vanavond. Ah. Ja, dat is tragisch. Geen opstand. Het is namelijk zo, Gerard, want jouw auto, de ruit is ingeslagen, je radiorecorder is, je ding is gestolen. Ja, en ik moest nog werken, dus ik ben dan toch uiteraard naar die klus gegaan. Met dat open raam. Open raam, ja. En het gevolg was dat je stem kwijt. Ja, dat is heel vervelend, maar het is wel gebeurd. Ja. Nou ja. En daar zit ik nu dus mee. Ja. En terwijl wij dus dachten, wij gaan dat nu even demonstreren, maar we hebben het laten informeren. En het schijnt ook zo te zijn dat als je het beetje op een natuurlijk volume draait, dat het met een plaat ook lukt. Dus dat gaan we nu doen. We hebben een plaat van Gerard waar een van zijn hele hoge noten op zit. Ja. En die gaan we nu draaien. En dan hebben wij een speciaal daarvoor geschapen. Dat is een onderzoeksdingetje voor dit soort onderzoeken. Dit is een plaatje, een glazen plaatje. En dat moet je dan zo in een gleufje zetten. En dat, ja, ik ben geen expert erin, maar het wiebelt ook een beetje. Maar in ieder geval, dat hou je dan zo voor het geluid. En als het dan goed is, als die noot komt, dan moet dat glaasje barsten. Nou, ik zou zeggen, jongens, start die band maar en kijk. Dat die nog meemaken. Ja. De scherven vliegen om je oren. Ik hoop, dames en heren, dat thuis uw kijkbuis nog gewoon functioneert. Zo niet, moet u even een briefje schuren naar de Tros. Of naar Gerard Joling, misschien nog beter. Gerard, ik hoop dat je stem gauw weer in orde is. Ik vond het heel leuk dat je er was. Ga maar gauw je bed in. Nog een graag gedaan. Wij komen jouw geheim. Alsjeblieft. Heel veel bedankt. Dank u wel. Scherven brengen geluk. Ik hoop dat uw beeldbuis thuis nog in orde is. Wij gaan wel weer afscheid nemen. Het is weer om. Volgende week de laatste uitzending. Ik neem afscheid van ons panel, Gerard Cox, Tetske van Ossewaarde, Gerry Kneteman, Annemieke Verdoren. Hartelijk bedankt. Dames en heren, hebt u geheimen, blijf ze gewoon insturen. Postbus 7200 AA in Hilversum. En ik hoop dat u volgende week weer kijkt. Tot dan. Dag. Fiets of leen er een. Want op zaterdag 9 mei is het weer zover. Dan zal voor de 14e maal de Landelijke Fietsdag worden gehouden. Met meer dan 160 startplaatsen in het hele land. Routes van ongeveer 30 kilometer lang en toch uitrusten. Zoveel en zo vaak als u wilt. De Landelijke Fietsdag, goed voor uzelf en goed voor het Sophia Kinderziekenhuis. Voor informatie over de startplaatsen kunt u bellen met 070 14 14 20. Dus 070 14 14 20. De Landelijke Fietsdag. 9 mei, hou hem vrij. Het zijn de programma's die het hem doen, vanaf 8:30. Want dan treden nationale en internationale artiesten op ten bate van de Poolse hartpatiëntjes in Hart voor een Kind. Om 9:50 onze actualiteitenrubriek Tros Actua. En een half uur later Tatort. Commissaris Szymanski moet de moord oplossen op de kleine privédetective Daddel Weerks. En misschien is wel zijn grootste probleem, wat is de rol van Mirjam? Het weekend begint pas echt met de Tros op vrijdag.